Een overzicht van de landelijke verdeling van de zetels in de Nationale Assemblée. De BEP die heeft er 2. De PL 2. De NPS 3. ABOP die heeft er totaal 8. NDP die heeft er 16. VHP 20 en dat brengt ons op 51 DNA zetels. Hier hebben we het landelijk overzicht van de uitgebrachte stemmen. DNW 70, SDU 254, de VVD 349, DA 91, 659, Stree 700, Palo 820, SPA 922, PRO 1593, DOE 2375, A20 4501, BEP 6835, HVB 7423, PL 16623, ABOP 24.956, NPS 32.394, NDP 65.862, VHP 108.378. Wat maakt dat we landelijk totaal hebben 274.714 stemmen. Landelijk overzicht van de RR-zetels en de VHP die heeft er 400, NDP die heeft er 218, de ABOP die heeft er 148, de PL die heeft er 4, de NPS die heeft er 2, dat maakt totaal 772 RR-zetels. We krijgen dan ook een landelijk overzicht van de DR-zetels. De VHP die heeft er 60, de NDP die heeft er 35, ABOP die heeft er 22, de NPS die heeft er 1. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de uitslagenpresentatie. Wat is nu het vervolg? Het vervolg is dat deze processenverbaal op zo kort mogelijk termijn bezorgd zullen worden bij de president, het OKB. Onder dankzegging van onze CAS'ers, moet ik zeggen, sluit ik dan deze vergadering. Dank u.